Schouwen-Duiveland moet de klimaatnoodtoestand uitroepen, zegt Stichting. Het is vrijdag 29 januari. Dit is Zeeland Nu. Stichting wil actie van de gemeente. Snellere trein naar Randstad en naar Brabant. Een nieuwe partij komt op voor het platteland. Goedenavond. De stichting Bewust, oftewel Samen Duurzaam Schouwen-Duiveland, heeft de gemeenteraad opgeroepen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Want als er niet snel iets aan de klimaatverandering en stijgende zeespiegel gedaan wordt, dan ziet de toekomst van Schouwen-Duiveland er niet goed uit volgens de stichting. De oproep wordt een paar dagen voor de watersnoodrampherdenking gedaan. Tijdens de watersnoodramp van 1953 werd Schouwen-Duiveland hard getroffen. 1836 mensen overleefden de ramp niet. Vanuit die gedachte zijn we ook bezig om de bewoners van Schouwen-Duiveland, wij met z'n allen, inclusief de gemeenteraad en de gemeente zelf dus, om die bewuster te maken van die klimaatverandering en daar ook iets mee te doen. Het ondertekenen van de klimaatnoodtoestand is niet alleen een symbolische daad. De stichting verwacht ook concrete stappen van de gemeente. En wat heel belangrijk is, is om eigenlijk in je beleid wat je vormt, eigenlijk altijd het standpunt in te nemen. Doen we hier het goede voor de aarde? Doen we het goede voor het duurzame eiland? En natuurlijk gaat dat ertoe leiden dat er allerlei keuzes gemaakt zullen moeten worden. Als het gaat om de energietransitie, de bevolking daarbij betrekken. Ja, en eigenlijk door bewust te worden met elkaar kunnen we daar ook stappen in maken. Maar het is wel heel belangrijk dat de gemeente eerst zo'n stap neemt om zich uit te spreken. Als het niet lukt om het tij van de klimaatverandering te keren, ligt er een plan B klaar. Maar daar zit de stichting Bewust niet op te wachten. Plan B geeft aan dat wij misschien stukken land moeten prijsgeven. Nou, dat is het laatste waar ik aan denk. En daarom denk ik dat we vooruit moeten, de zee, naar de zee toe. Maar ook samen met het water, om te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Eerder deze week plakte de stichting Bewust al stickers op de welkomstborden van de gemeente. En het komende jaar staan er nog meer acties op de agenda. Verslaggever Niels Schuurbeers, die staat in Bruinisse op Schouwen-Duiveland. Niels, die oproep van vandaag, hè, voor de noodtoestand. Wie staan daar nou achter? Ja, dat zijn onder andere 100 inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland. En de hele vooraanstaande mensen. Moet je bijvoorbeeld denken aan de directeur van het Watersnoodmuseum. Maar de groep is heel erg divers. En deze nieuwe stichting, Bewust, die denken dus ook wel dat die klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen door de gemeente. Want dat hebben ze van tevoren wel eventjes gepeld bij de verschillende fracties. Maar als dat gebeurt, hè, als Schouwen-Duiveland die noodtoestand uitroept, dat is niet de eerste gemeente, hè, die dat doet. Nee. Meerdere gemeenten gingen ervoor, zoals bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam, Haarlem, maar ook Parijs, Londen en Sydney. Die hebben die klimaatnoodtoestand al uitgeroepen. En straks dus misschien ook Schouwen-Duiveland. Ja, een symbolisch gebaar. Dus welke acties komen er nu echt op Schouwen-Duiveland? Er komen dit jaar nog meerdere acties. Ze zijn dus begonnen met die stickers, zoals op dat bord achter mij te zien is. Maar ook de graansilo van Zierikzee, die wordt beschilderd. Daar komt een grote watermeter op te staan. En ook gaan ze met de scholen van het eiland in de loop van het jaar, als corona dat ook weer toestaat, een speciale video opnemen waarmee die klimaatboodschap wederom de wereld ingeslingerd wordt. Niels Schuurbeers, dankjewel. Vanaf half december gaan er weer heel de dag snelle intercities rijden in Zeeland. Nu zijn die er alleen in de spits. De snelle intercities stoppen in Goes, Middelburg en Vlissingen. En dat levert Zeeuwen een kwartier tijdwinst op richting Brabant en de Randstad. De nieuwe dienstregeling gaat niet ten koste van de kleinere NS-stations, want daar stopt net als nu twee keer per uur een trein. De extra intercity in Zeeland is onderdeel van het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne. Dit is voor niemand een achteruitgang. Wat je nu gewend bent, dat blijft. En er komt iets bij. De totale dienstregeling is echt een verbetering voor heel veel reizigers. Dus ik hoop dat iedereen in Zeeland er ook blij mee is. Wij in ieder geval wel. Het drugslab dat eind november in Westdorpen is opgerold, was van een internationale drugsbende, zegt de politie. Bij invallen door het hele land zijn er nog eens 9 verdachten aangehouden. Er werden daarbij enkele vuurwapens, 70.000 euro in contanten, dure horloges en ook wagens in beslag genomen. Bij de ontdekking van het lab in Westdorpen waren er ook al aanhoudingen, onder wie enkele Mexicanen en eigenaren van de loods.
Het is nog niet duidelijk wanneer de vliegtuigbom bij Breskes geruimd wordt. De Britse 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog is gisteravond gevonden bij de haven. Bewoners moesten gisteravond binnen blijven. Rond een uur of 11:30 was het lint dat daar gespannen was, dat was weg. Dus vanaf 11:30 hebben we de hond weer uit kunnen laten. De komende dagen zal in overleg met de EOD, de Explosieve Opsporingsdienst, onze gemeente en de ontwikkelaar, zullen we kijken van wat is nu nodig. Kan de bom vervoerd worden en wat zijn eventueel veiligheidsmaatregelen die dan nog genomen moeten worden? Deze week werd er ook al een Engelse 500 ponder in de Lamsinspolder bij Nieuwvliet gevonden. En daar wordt onderzoek gedaan naar explosieven vanwege de bouw van recreatiewoningen daar. Vijf Vlissingse straatvoetballers komen dit weekend weer in actie bij de FC Straat League op het YouTube-kanaal Touzani TV. De jongens zijn op dreef, want afgelopen weekend wonnen ze al van Rotterdam-Zuid. Het samenspel hadden we heel goed gedaan. En gewoon hoe we met elkaar waren. Goede band. Zaalvoetballer Youssef Ben Salam heeft het team bij elkaar gebracht. Ik was super trots op die jongens, natuurlijk. Kijk, het is altijd Randstad dit en Randstad is de beste, Randstad dit. Maar ze hebben nu gewoon laten zien dat Vlissingen een hele goede stad is. Met straatvoetballers. En of ze nou weer winnen of niet, één ding is duidelijk. Wat willen jullie worden later? Profvoetballer. 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 Ja, dat was te verwachten. Angelo Jansen is de zoon van een fietsenmaker in Oostburg. Hij heeft de hele wereld overgereisd en nu probeert hij vanuit Sas van Gent de wereld te veroveren met zijn elektrische fietsen. Onder de naam Het Zeeuwse Bike. Ik spreek op mijn bike, ja, tuurlijk. Een verbasterd Zeeuws-Vlaams, ja. Uitdrukkelijk ook zo ontwikkeld om toch het internationale van het concept te laten zien, maar ook om onze roots mee te geven. Die grote wereld veroveren vanuit Sas van Gent, dat is misschien ook wel een bijzondere keuze. Ja, dat is een hele bijzondere keuze. Dat komt doordat ik uit Oostburg kom en doordat natuurlijk Zeeland in Europa strategisch heel goed ligt en ook omdat we natuurlijk steeds meer online gaan communiceren. Dus een fysieke vestigingsplaats is dan ook minder belangrijk. Dus dan kan je eigenlijk het comfort van Zeeland kun je opzoeken. Inmiddels heeft Angelo zo'n 600 fietsen op voorraad, maar die kan hij niet allemaal kwijt in zijn kantoor. Daarom heeft hij nog een extra ruimte in Terneuzen. Hier zijn we bij onze logistieke dienstverlener, waar we onze elektrische fietsen vanuit distribueren. Het begin van de ontwikkeling is 15 jaar geleden begonnen in Oostburg, in de fietsenwinkel van mijn ouders waar ik begonnen ben. En toen ik een jaar of 25 was, toen kwam de eerste e-bike bij mijn ouders in de fietsenwinkel. Ik dat ding uitproberen, ja, geweldige ervaring. Nu ontwikkelt hij dus e-bikes, terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat hij de fietsenwinkel van zijn vader zou overnemen. Dat was inderdaad de droom van mijn vader. Maar mijn moeder die zei altijd van, joh Angelo, er is meer dan Oostburg alleen. Dus probeer ook iets van de wereld te zien. Ik heb in Taiwan gezeten, ik heb heel vaak in Vietnam gezeten, in China. Ik heb ook heel veel in Oost-Europa gezeten. Ik heb in Frankrijk gewerkt en in Duitsland. Al die ervaringen bij elkaar, ja, die hebben aan dit product, dit concept bijgedragen. De fiets kan worden samengesteld naar de wens van de klant. De kleur bijvoorbeeld en de accessoires. Alles wordt nu nog gemaakt in Azië, maar daar moet in de toekomst verandering in komen. Uiteindelijk is de droom dat de consument hem zelf in elkaar kan zetten. Zoals je bij IKEA je eigen bed in elkaar kan zetten. Dat je eigen elektrische fiets helemaal naar je eigen wensen kan samenstellen. Dat is de ultieme droom. Opkomen voor de mensen op het platteland. Dat wil de nieuwe boer-burgerbeweging die meedoet aan de komende Kamerverkiezingen. In de partij vier Zeeuwen die willen gaan strijden voor het platteland. Wij komen niet van links, wij komen niet van rechts. Wij komen van het platteland.
En met die slogan is Kees Hansen een van de vier Zeeuwen op de landelijke kieslijst van de nieuwe partij, de Boer-Burgerbeweging. Een partij die de burgers en boeren op het platteland in de Tweede Kamer een stem moet gaan geven. Wij zijn voedselproducent. Een boer is niet alleen boer op zijn bedrijf, maar houdt ook een hele platteland in beweging en aan de gang. Ik heb elke dag bijvoorbeeld een vrachtwagen voor mij aan het rijden met product wat ze komen brengen of komen halen. Dus er hangt zoveel aan zo'n boerenbedrijf vast. Daarom hoopt Hansen in maart op 5 tot 8 zetels. Want andere partijen komen volgens hem onvoldoende voor ze op. Dan komen hier wel politici nog eens een keer kijken op dat platteland. En dan mag je je verhaal houden. En vervolgens komen ze weer terug in het plus. En doen ze hun afspraken maken. En vergeten ze toch weer dat platteland daarin. En we hebben het wel over de helft van de bevolking die woont op dat platteland. En die andere helft die woont in de stad. Dus het zou heel mooi zijn dat de helft van de bestuurders van het platteland komen en de andere helft van de bestuurders uit de steden. En in die verhouding zouden we onze bestuurders in de Tweede Kamer moeten hebben zitten. Nou, die verhouding is totaal zoek op dit moment. Aan tafel aangeschoven middels Han van het Hof. We kennen u allemaal als fractievoorzitter van Algemeen Belang Tolen. Maar u staat ook op de lijst voor de Kamerverkiezingen voor de Boer-Burgerbeweging. Is dit nu een boerenpartij? Dit is absoluut geen boerenpartij. Het is een partij van het platteland. Want het gaat zowel over de burgers die er wonen, agrariërs die er wonen, maar ook vergeet vooral de toeleverende industrie niet. Die is ook heel belangrijk om het totaalplaatje leefbaar te houden. Maar wat biedt deze boer-burgerbeweging? Even tussendoor, u heeft de clubkleren al aan, ja, zie ik. Ja, ja, precies. Maar wat biedt uw partij nu wat andere partijen niet hebben? Nou, het probleem van dit moment is dat ze in Den Haag praten over het platteland. Kijk, en er moet met het platteland gepraat worden. Kijk, en dan moet je mensen hebben die met hun voeten in de grond staan. Nou, daar zijn wij van de boer-burgerbeweging eigenlijk de beste partij voor. En wij willen ervoor zorgen dat ze met ons gaan praten en niet over ons gaan praten. Ja, want bijvoorbeeld CDA, hè, dat claimt ook veel wortels te hebben, bijvoorbeeld bij boeren in Brabant. Hè. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat u gaat doen wat het CDA al doet. Jawel, maar kijk, wij hebben in Nederland genoeg verstandige burgers die weten dat dat verhaal alleen telt voor de verkiezingen en niet na de verkiezingen. Kijk, nu komen de verhalen weer hoe belangrijk die partijen het platteland vinden. Maar na de verkiezingen, na 17 maart, zijn ze het allemaal weer vergeten. We hoorden in de reportage 5 tot 8 zetels. Is dat realistisch? Nou, wat is realistisch? Kijk, dat kun je een beetje afmeten aan wat er leeft. Vijf tot acht zetels, wat denkt u? Dan ben ik heel gelukkig als we 5 tot 8 hebben. Maar het leeft wel in de omgeving. We hebben steunverklaringen nodig om de partij mee te laten doen aan de verkiezingen. Nou, het is gewoon bijzonder hoe dat de mensen, hoe positief dat ze reageren en gewoon spontaan ons steunverklaringen geven. Nou goed, daar word je gewoon trots van. Han van het Hof, dankjewel. Graag gedaan. De dag begon met een enkel buitje en ook een krachtige tot harde west-zuidwestenwind. Vanmiddag klaarde het aardig op. Het werd 9 à 10 graden. En de komende dagen wordt het kouder door een kille oostenwind en er is ook af en toe een bui. En tot zover deze Zeeland Nu. Heel graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu. En dan ook het weekoverzicht van het Zeeuwse Nieuws. Alvast een fijn weekend.